Trainersvisie 6 alweer, Bert van Hunestein. Je hebt gisteren prettig gelopen, dam tot dam. Ja, ik had de wedstrijd van zaterdag nog in de benen natuurlijk, maar dat was in dit geval een heel lekker gevoel. Heel lekker gevoel, maar heb je ook lekker gelopen? Ja, tot aan 7 kilometer. En toen was er een valpartij en nou, daar heb ik wat medische dingen aan overgehouden. Maar het feit dat je Zaandam binnen gaat en aan het einde een medaille op je ligt te wachten, dat is wel heel gaaf. Je bent gewoon zielsgelukkig dat DVS zo'n goede medische staf heeft. Ja, ik ben nog nooit zo blij met ze geweest. Wat dat betreft. Die hebben me net even goed ontdekt. Ik had ook de indruk dat ze erg blij waren dat ze mij mochten behandelen. En ze zijn wat verder gegaan dan bij de spelers, had ik het idee. Dominant voetballen afgelopen zaterdag. Dat is toch moeilijk om dat een hele wedstrijd vol te houden met zo'n ploeg als Maghreb, waar zo heel veel onverwachte dingen gebeuren. Vond je dat ook? Ja, je komt heel moeilijk in een ritme. En zeker in het begin waren we ook zoekende naar de juiste keuzes in balbezit maken. Waren we zelf ook debet aan. Maar het spelen tegen Maghreb vraagt gewoon om een heel ander soort type spel, wat je gewoon niet gewend bent. En dat zag je ook in onze passing. Die was bij vlagen gewoon heel slordig, onzorgvuldig. Aan de andere kant, als we aanvallend en goed met pressing aan de bal speelden, dan waren we er ook zo doorheen. Dus ja, het was een vreemd duel. Ik had ook wel het idee dat zij volkomen verrast waren door jullie tactiek. En dat is natuurlijk wel een meenemertje, ook voor andere wedstrijden, dat je op een gegeven moment in staat bent om verschillende tactieken onder de knie te krijgen. Ja, het is belangrijk dat je binnen een wedstrijd weet dat je kan schakelen, zeg maar, naar je eigen voordeel. Er zijn heel veel wedstrijden waarin je gewoon je spel kan spelen zoals je het graag wilt. Alleen je hebt ook met de tegenstander te maken en dan moet je gaan kijken van waar kun je het meeste pijn doen. Nou, het is nu gebleken dat we ook dit speltype beheersen. Ja, en met name Daniel van Warven, die kwam daar toch heerlijk in tot uiting. Ja, dat klopt. Hij heeft die weken ervoor heeft het wat moeilijker gehad met de keuzes die hij maakte. En nu zie je dat, ik moet ook wel eerlijk zeggen, de grotere ruimtes lagen dan in andere wedstrijden. Ja, daar heeft hij gewoon slim gebruik van gemaakt. Heb je er achteraf geen spijt van dat je Dennis Hollard op het middenveldpositie hebt gezet in de tweede helft tegen Spakenburg? Na een minuut of 10, toen je dacht van, wat gaat hier allemaal gebeuren? Nee, dat op dat moment was dat nog niet noodzakelijk wat dat betreft. En ook toen de wissels had je een idee bij. En achteraf kun je zeggen, ja, dat had sowieso uit moeten pakken. Dennis heeft het zaterdag redelijk gedaan op het middenveld, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, zijn kracht ligt nog echt wel in de as centraal achterin. En voor zaterdag was dit voldoende. Ik heb in mijn voorbereidingen de vraag nagedacht over de vraag van de een laat de ander beter voetballen. Maar je hebt ook voetballers die er op een gegeven moment niet zijn, waardoor een ander beter kan gaan functioneren. Dat leek me zaterdag bij een aantal spelers zo. Ja, kijk, we zijn niet beter gaan voetballen. Absoluut niet. Alleen, je moet ook kijken tegen wie we speelden. En dit Maghreb was afgelopen zaterdag gewoon te pakken. En je moet er per wedstrijd kijken hoe sterk is een tegenstander en wat kunnen we zelf brengen. We hebben gewoon een fantastische groep jongens. En iedereen heeft zijn kerncompetenties. En in deze wedstrijd kwamen de competenties van onze spelers heel goed uit. In andere wedstrijden moet je weer naar andere middelen grijpen. En zo moet je elkaar aanvullen. Dat is zowel verdedigend als aanvallend zo. Heb je het idee dat het team, je hebt al aardig wat gewisseld, zeg maar, in de teamsamenstelling. Hè? Terwijl ik dat eigenlijk niet had verwacht en jij zelf misschien eigenlijk ook niet. Maar daardoor krijg je natuurlijk wel, ik heb het al eerder met je erover gehad, te maken met misschien wel teleurgestelde spelers. En nu moet de people manager Bert van Hunestein opstaan, maar je was misschien al opgestaan. Nou, kijk, in de voorbereiding ben je zoekende naar de juiste balans binnen je team. In de competitie hebben we gewoon pech gehad met het uitvallen van spelers. De schorsing van Dennis is natuurlijk ook voorbijgekomen. Blessures van spelers. Zaterdag is Niels uitgevallen. En zo hebben we wat momenten gehad van spelers dat we niet volledig konden zijn. Het liefst speel je met een vaste samenstelling. Maar tot nu toe heeft het niet zo mogen zijn. En mogelijk is het zaterdag wel het geval. Weet je al wat meer over de blessure van Niels? Nee, dat zullen we vanavond horen. Oké. Odin, een lastige tegenstander. Verleden seizoen heeft DVS hier een van de laatste wedstrijden gespeeld tegen Odin. Toen verkeken ze zich er behoorlijk op. Willem die was toen behoorlijk pissig, Willem Leushuis. En DVS speelde niet lekker tegen Odin. Dat gaat zaterdag anders worden? Ja, ik ken Odin uit mijn vorige job bij SSC. Hebben we veel tegen Odin gespeeld. Een groep jongens die voor elkaar door het vuur gaan. Zeker uit bij Odin. Lastig te bestrijden. Maar ze zijn op dit moment ook nog een beetje zoekende bij Odin. Ja, wij moeten daar tot ons goede niveau gaan komen om ze te kunnen verslaan. Maar dat zijn jongens die tot aan de 93e minuut doorgaan. Wie denk jij dat de voorzitter moet gaan worden van de Tapside?
Ja, sowieso Vincent Viester moet natuurlijk de boel weer aan gaan slingeren. Die heeft de meeste ervaring ermee. Mark Tucker die zal daar toch ook wel een belangrijke rol bij kunnen hebben. En misschien zijn er nog wat talenten die ik nog niet heb ontdekt. Gerard Volkers of zo? Ja, ja, Gerard. Maar Gerard die kan heel goed drummen. Heel goed trommelen. Dat heeft hij ook bewezen wat dat betreft. Maar nou ja, goed. Mogelijk kunnen we hem weer in gaan zetten, ja. Heel langzamerhand. Wie weet gaan we weer een heel sfeervol seizoen tegemoet. En misschien wel meerdere seizoenen, Bert. Ja, kijk, dat ligt natuurlijk aan ons. Wat wij brengen op zaterdag. We hebben afgelopen zaterdag gewoon te weinig gebracht. Het publiek ging hier niet weg van, wauw, wat heb ik nou allemaal voor mooi voetbal gezien. Maar het ging wel om winst. Maar wij moeten het publiek meer achter ons zien te krijgen. En dat kan alleen met oogstreunend voetbal en met een toomloze inzet. Gek hè, 5-0 winnen en dan toch redelijk kritisch. Ja, want je moet het wel zien in de juiste perceptie natuurlijk. Maar dit Maghreb was niet het Spakenburg van vorige week. Dus zo moet je ook als trainer blijven kijken. En we hebben helemaal geen reden om euforisch te doen. Want we hebben nog genoeg om aan te werken. Precies, zo is dat. Dan wensen we je veel succes mee, Bert. Dankjewel.